begrenzer gezakt, hè? Een uur voor de vijf begint. De studenten testen nog even de geïnstalleerde geluidsbegrenzer. Want er mag dan wel gevijfd worden in Diepenbeek, maar niet luider dan 95 decibel. 95 decibel, we zijn er heel content mee. En het is tot 2 uur na de stand van zaken kunnen we eigenlijk niet meer als content zijn. Ja, ergens snap ik het wel, omdat de mensen hebben ook kinderen en die willen ook graag kunnen slapen en van hun nachtrust genieten. Maar langs de andere kant vind ik het ook wel wat overdreven, omdat er waren maar heel weinig klachten, veel minder als ze het lieten uitschijnen. En binnen mocht je gaan tot 95, ja. Dus dat kan nog wat bij. De geluidsnormen worden dus gerespecteerd, dat zien ook de Diepenbeekse schepenen. Maar om echt zeker te zijn, wordt er ook gecontroleerd in de nabijgelegen straten. Ik hoor het amper hier, dus we staan hier echt aan de dichtstbijzijnde woning. Korterbij staat er geen enkel huis, moet er niemand slapen. En ik denk dat die mensen, ze waren net al aan het slapen, dat zij van een goede nachtrust kunnen genieten. Ja, de installatie staat nu op het maximale 95 decibel. Dit is wat we nu horen. Ik stel vast dat wij nog kunnen praten. Niemand is, maar dansen! Come on! De politie ontving geen klachten over geluidsoverlast, maar ook het vandalisme tegengaan is een belangrijk thema. Vandalisme is altijd een probleem, ook in periodes dat er niet wordt gefuifd. Maar we gaan extra politiebewaking vragen, vooral ook een burger. In die periodes dat er fuiven worden gehouden hier op de campus. We zijn ervan overtuigd dat iedereen zich bewust is van de ernst van de situatie en dat iedereen over onze nek aan het meekijken is naar wat wij hier doen. Dus wij gaan er gewoon ons uiterste best voor doen om die klachten tot nul te herleiden. En met een gratis vat bier om 11 uur kon de vijf pas echt beginnen.